Hier word je wel echt heel geconcentreerd van. Hoi allemaal, ik ben Brit. En ik ben Emma. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ja, wij gaan jullie vandaag tips geven om die slaapkamer nog leuker te maken met een vette do-it-yourself. Soms is dat iets wat je hebt gezien in droomkamers, maar soms ook niet. Soms is het namelijk ook iets helemaal anders. Ja, het is altijd iets tofs en unieks. En wat gaan we vandaag maken? Vandaag gaan we iets maken wat je kan helpen met als je soms eventjes niet uit je huis wegkomt. Of je moet gewoon even wat anders doen, omdat het allemaal te veel is. En daar heeft Britt een hele goede tip voor. Ja, inderdaad. Dit is de ultieme tip. Want wij gaan daarvoor namelijk een hele leuke flipperkast maken. Flipperkast! Dit is het voorbeeld wat wij gaan proberen na te maken. Dat gaan we proberen. En ja, wat hebben we daar eigenlijk allemaal voor nodig? Je hebt als eerste sowieso een wit blad en een potlood nodig voor je eigen design te maken. Deze gaan wij wel namaken, dus hou er ook rekening mee dat je sowieso de gele boog maakt. Die is belangrijk. En dit ding, want hiermee schiet je de knikker af. En de flippers. Ja, dat is wel anders kan je ook niet zoveel. Ja, dus dat hebben we sowieso nodig. Nou, we hebben natuurlijk knikkers. Knikkers nodig. Heel veel elastiekjes. Dan hebben we verschillende kleurtjes om lekker het ding te versieren. Ja. Niet te vergeten. De flippers. Ja, oftewel ijsstokjes. Ja. Dan hebben we een paperclip. En mooie spijkers. En die zijn helemaal belangrijk, want die ga je door heel het bord. Deze vind ik leuk. Ik heb ook een hamer nodig voor de spijkers. En niet te vergeten, een leuke dop als extra. In de kleur die je wil. Precies. Zullen we maar gewoon beginnen? Maar als eerste gaan we dus de boog zelf of het hele design eigenlijk gewoon natrekken, zodat je het beter kan zien. En zodat je dadelijk ook de spijkers er fatsoenlijk in kan slaan. Ja, nu al scheef. Maar dan maak je het. De boog is een boog. En alle toevoegingen, die mogen we zelf bedenken. Maar voor de rest kan iedereen altijd zijn eigen flipperkast design maken. Yes. Dus kijk eens aan, dame. Hey! Je kan het wel. Wat vinden jullie eigenlijk leuker, om alleen te werken of samen? Ik vind dat het leuker om samen te werken, puur omdat ik dan altijd het idee heb dat het beter gaat en dan moet ik niet alles alleen doen. Wat vind jij leuker? Dat je niet alles alleen doet. Ja. Nou ja, ik heb het beide een beetje. Want ik vind samenwerken heel gezellig, maar soms denk ik, oh nee, maar het kan net. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Qua gezelligheid vind ik samenwerken leuker, maar als het echt ergens moet komen, zeg maar met school of zo, dan kan ik beter alleen werken. Fantastic, my girl. Plastic, fantastic. Nou. Voor wat voor vormpje ga je, Brit? Ik ga, ja, de driehoekjes gewoon. Ik ga gewoon safe spelen. Mag jij wel kiezen wat voor elastiek kleurtjes? Zullen we dit gewoon geel houden? Die vind ik wel leuk. Ik vind het ook wel mooi. Ja. Als ik geconcentreerd bezig ben, dan steek ik mijn tong uit. Dus dan zie je de hele tijd dat. Het is heel gênant. Als ik tv aan het kijken ben of zo, het is echt heel... Echt heel interessant, dus ik... maar daar kan ik niks aan doen. Zullen we gewoon alle kleurtjes doen? Oké. Ja? Ja, is goed. Yes. Want als je natuurlijk zo lang mogelijk wilt doen met je flipperkast, wat ik wel aanneem, want het is natuurlijk super leuk om te spelen, dan moet je wel zorgen dat je zoveel mogelijk stevigheid hebt. En dat komt natuurlijk ook door de elastiekjes. En door het timmeren, maar daar moet je wel mee uitkijken, want als je niet zo goed bent in timmeren, net zoals ik, dan moet je wel natuurlijk een volwassene of iemand die je daarmee kan helpen hebben. Net zoals Brit. Ik ben de volwassene. Ja, jij bent de volwassene hier. Mooi! Yay! En dan hier de dop. Ja, wacht, weet je wat me leuk lijkt hier? Oké, mag ik? Ja. Lijkt me echt heel leuk, zo dat ding wat je hierboven hebt. Het is een beetje basic misschien, maar I don't care. Ik vind het wel leuk. En het is zo'n cupido boogje, weet je wel. Die Brit is heel geconcentreerd. Ja, ik probeer echt mijn tong binnen te houden. Ik denk dat het handig is om niet te gaan timmeren. Te timmeren. Als je dus, wat ik net al zei, nog een beetje te jong bent, dan moet je vragen aan iemand die ouder is en jou om hulp. Voor de zekerheid. Ja, maar ik denk dat het anders is als we het papier erop houden. Kunnen we zien waar we precies moeten zijn. Oh. Hoeveel ruimte moet er eigenlijk tussen zijn? Oh, niet deze zijn wel heel groot. En deze is niet zoveel. Nou, die zit er goed in. Ik heb een goede tip. Kijk, je moet natuurlijk die spijkers moeten er goed in zitten. Want als je dadelijk de elastiekjes erom gaat doen en je spijkers laten los, dan heeft eigenlijk heel de flipkast geen zin. Dus ik heb daar een goede tip voor. Als je wil kijken of je spijker goed vast zit, moet je kijken of je eigenlijk dit kan. En als dat kan, dan zit hij goed vast. En dan kan het ook niet loslaten van de elastiekjes. Tips van Emma.
Ho, kijk, hij moet dus goed vastzitten. Ja. Hé. Hey. Ik ben echt bang. Wacht, dat is toch ook zo'n gezegde? Weet je, zo de plank misslaan of zoiets. Ja, dat ga ik dus waarschijnlijk wel doen. Niet lachen! Dat was ik. Ik bedoelde het goed. Iedereen lacht hier. Nee. Niet lachen. Nee, nee, het is gewoon heel schattig. Oh. Zo. Nu op stap 3 gaan we heel veel papier eraf halen. Maar wel echt heel voorzichtig, want ik wil niet dat er stukjes papier of zo blijven hangen. Nu mogen we de leukste stap gaan doen. Dat is namelijk de elastiekjes. Je moet wel kijken dat je alles op de juiste plek hebt. Want als het daar niet op de juiste plek zit, dan zit je flipperkast weer verkeerd. Welke kleur vinden jullie eigenlijk het leukste van deze? Geel, groen, blauw of ja, wat is het? Rood of roze? Wat is jouw lievelingskleur? Van deze denk ik geel. Oké, dit duurt best wel lang. We moeten namelijk echt veel elastiekjes, want het moet goed stevig zijn. Dus laten wij maar gewoon eventjes doorgaan en laten we gewoon even doorspoelen naar het moment dat er al heel veel elastiekjes om zitten. Tadaa! Heeft even geduurd, maar... We zijn er gekomen. Ja, alle elastiekjes zitten erop. Dus nu is het eigenlijk de ijsstokjes toevoegen en versieren. En niet te vergeten, 2 kleine spijkers om te zorgen dat daar de ijsstokjes zo tegenaan knallen. Laten we eerst beginnen met de dop. Yay! Dan moeten we de tepelknip vastmaken hier aan. Als dan uiteindelijk de knikker hier ligt, kan je zo... En dan schiet hij af. Snap je? En dan... Nou, dat was een moeilijke stap. Vond ik wel... Nu moeten we nog... De ijsstokjes. En nog 2 spijkers. Ja, inderdaad. Dat hij niet doorschiet, maar dat hij tegengehouden wordt door die spijkers. Oftewel, als je dit doet en je schiet hem, dan komt hij hier niet langs. Nu moeten we zorgen dat die ijsstokjes even blijven zitten. Dus we moeten dat die wel een beetje uitsteken. Die ook iets nog, denk ik zo. Zo? Ja. En dan niet tegen elkaar komen veel. Nee, ik denk niet dat dat handig is. Zo. En moeten we alleen nog hier, zeg maar, een elastiekje over doen. Alle elastiekjes zitten erop. Zullen we maar gaan tekenen en zo? Ja. Dat mag willen ik de Cupido boven doen? De Cupido. Is geen vis gegaat? Nee, mag dat? Cupido? Mag dat met roze? Ja hoor, schat. Jee. Ik vind hem helemaal mooi. Weet je waarom? Nou? Omdat ik hem met jou heb gemaakt. You're so cute. Ik vind dit wel leuk. Zullen we dat wel doen? Ja. Helemaal prima. Ik vind het best goed gelukt. We zijn wat vergeten. Wat zijn we vergeten? We moeten nog 2 spijkers aan de achterkant slaan. Zodat hij zeg maar zo... Zodat hij hoger staat. Ja. Goed nagedacht. Kijk, vrouw van macht. Tada! Nu is hij echt af. Nu is hij echt af. Ja. Alle kleurtjes die we maar konden bedenken, even onze naam opgezegd. Toch wel eventjes. Ja. Dit is hoe die moest worden. En dit is wat wij ervan hebben gemaakt. En je hoeft natuurlijk niet exact hetzelfde te doen. Ik ben echt heel erg trots op ons kunstwerk, mag ik het wel noemen, denk ik. Hè? Ja, snap ik. Ik vind hem ook heel leuk. Maar als jullie nou ook een flipperkast gaan maken en jullie zijn ook super trots op die van jullie, post dan even een fotootje ervan op Instagram en tag Nickelodeon Nederland erin. Want dan kunnen wij jouw super leuke flipperkast zien. En misschien is die van jou wel veel leuker voor ons. Sowieso. Maar laten we hem eerst eventjes testen. Ja. Ja, hier word je wel echt heel geconcentreerd van. Ja? Ja. Ik vond het echt super leuk om de flipperkast te maken. En ik hoop natuurlijk ook dat jullie het leuk vonden om naar deze video te kijken. Ja, en vind je het nou leuk, al die do-it-yourself dingen? Ik maak op YouTube video's met do-it-yourself, dus dan kan je altijd kijken voor verschillende dingen. Maar voor nu ben ik heel erg trots op onze flipperkast. Ja, lekker. Het was echt super leuk. En natuurlijk ook niet vergeten te liken en te abonneren, want het is zeker nog niet waard. Ja, zeg dat. Echt. Doei. Doei.